Ik snap de vraag niet helemaal. Maar goed, ik kan er een algemeen antwoord op geven. En dat is... Wij hebben het hier over een integraal huisvestingplan zonder voorstel van financiering. Dus wat ons betreft niet integraal. Voordat je belooft aan partijen die zo hard gewerkt hebben, vinden we dat je daar ook een realistisch voorstel bij moet doen over haalbare, realiseerbare financiering. Ik zie nog twee handen. Eerst PvdA en dan GroenLinks. PvdA. Ja, ik vraag me af. U verwoordt het nu als iets dat de gemeente belooft aan de schoolbesturen. Het is mijn inzien juist een belofte andersom. Nee, volgens mij komt de belofte altijd van twee kanten, hè? Voorzitter, ik heb een technische vraag. Vanuit de accountantcommissie is aangegeven dat een bepaald stuk tot heel veel vragen leidde. Daardoor heeft het college voorgesteld om een knip te realiseren. En ik wil eigenlijk weten of ik nou toch op het niet ter tafel liggende deel antwoord moet geven. Dat is een technische vraag van de wethouder. Dat is een technische vraag. Maar ik wil toch even de ruimte hebben om erop in te gaan. Want ze worden hier dingen naar voren gebracht die pertinent niet zo zijn. En de knip? Ik zie geen knip. Want ik zie hier onder 6.4. Dat wij beslissen over de financieringsconstructie. Dus ik zie de knip niet. En u zegt dat het presidium een besluit heeft genomen... Maar u weet ook dat de presidium het besluit heeft genomen onder bezwaar van een paar partijen. Dus we bespreken het nu. En we gaan het ook behandelen. Maar de knip, ik zie geen knip hier.